Ik heb de grootste bewondering voor mensen die op het toneel zo helemaal in de huid van iemand kunnen kruipen. Die met vuur emoties brengen waar de vonken van afvliegen. En soms zelfs kunnen doen alsof hun haar niet in de fik staat. Dit is mijn man en die kan er wat van. Ja, nou ja, biljarten dan, hè. Ik vind er niet zoveel aan. Ik kan weer andere dingen heel goed. Kijk, maar zie, Macarena niet moeilijk. Nee, maar ik heb gewoon zo zin in je. Kijk, gewoon stapje zo. Ja, maar ik wil eigenlijk gewoon een buurt. Lekker even achter de bühne. Ja, dan moet je eerst een stapje achteruit. Zeg, bedankt voor de buurt, hè, meneer. Ja, het is goed, hè, met je. En deze is weer uit de categorie. Te veel kleurstoffen gekregen misschien? Oh. Een kind in op het peertje gezeten. Man, wat is dit gaaf. Als een parachute hangt de hele wereld zo'n beetje aan je voeten. Moet ik wel uitkijken voor die slootjes daar. Moet je kijken die wijsheid van die weilanden. Heerlijk. Moet ik wel uitkijken voor die slootjes daar. Ik voel me als een vogel zo vrij. Moet ik wel uitkijken voor die slootjes daar. En wij gaan langzamerhand alweer in de richting van de nominaties voor de Leukste Thuis Oscars. Voordat we zover zijn, gaan we eerst nog even kijken wat er ook alweer te winnen valt met het inzenden van uw home video's. Bent u de winnaar van de derde prijs? Dan staat er voor u deze video kleurenpunten klaar die het mogelijk maakt uw favoriete videoscènes af te drukken. U zult zien dat u niet wist dat u met uw videoopnames zo creatief kon zijn. Opnames met geluid terugkijken. In hemelsnaam eigenlijk weten wat de allerleukste filmpjes zijn. Dus ik zeg, nou, dat zijn de filmpjes waar jullie het hardste om moesten lachen. Nou, dat was een hele nieuwe gedachte voor ze, hoor. Er ging echt een wereld voor ze open. Dit zijn de drie genomineerden. Leuk bedacht, zo'n treintje. Maar ja. Jongetje valt van stoel, familie Wierik uit Nieuw-Heten. Dit is mijn man. Vrouw raakt met keu ballen van man. Jannie Visser uit Groningen, gefeliciteerd. En parachutist land in Sloot van Ronald Walraven uit Alphen aan de Rijn. Er is mij alleen nog even te vermelden wie nou de derde prijs, wie de tweede en wie de eerste prijs heeft gewonnen. De derde prijs, die gaat naar, dat is dus de videokleurenprinter, vrouw raakt met keu ballen van man, Jannie Visser uit Groningen, een derde plek. De tweede plaats, een tv-videocombinatie voor een jongetje wat met zijn stoel van het podium valt van de familie Te Wierik. En dat betekent een high-eight camera en een plaats in de finale voor Ronald Walraven, de parachutist die in de sloot landt. Mensen kunnen gewoon, we hebben het gezien, de domste dingen doen. En dat is ook helemaal niet erg als er dan maar eentje zo slim is om die videocamera erbij te halen. En het bandje dan op te sturen naar Tros de Leukste Thuis, postbus 28450-1202 archief. En vonden een winnaar uit 1995. Ik weet tenminste vast één ding. Voor mijn kind geen slabbertjes met slappe teksten en zeker geen feestmutsen met van die elastiekjes. Ja! Ik weet niet wat ik wil, maar ik weet het nu. En ik wou dat ik wist wat het was, maar daar komen we dan wel achter. Ten slotte ben ik al heen. Oh, wat is er met mijn muts? Ook
deze week bent u misschien nog een nietsvermoedende en onschuldige omstander geweest. Dat zulke dingen heel snel kunnen veranderen, dat blijkt wel uit onze uitsmijter van vanavond. Oh, er staan twee lekkere kippertjes naar me te kijken. Ik zal me even uitsloven. Ik geloof dat die rechter wel voor me valt. Zeker weten. Nou, u bent dus gewaarschuwd. Dit was het weer. Volgende week ben ik er niet. Dan schijn ik namelijk iets anders te doen te hebben. En wie hier dan wel zit, dat is een verrassing. Blijf filmen en hou hem scherp. Dag. Straks na de reclame een politieke taalstrijd in 10 voor taal.